Het is denk ik nog wel drukker dan met kerstmis. Ja. Het zijn gouden tijden voor de online supermarkten. Dit bedrijf bijvoorbeeld leidt tientallen extra mensen op om die topdrukte aan te kunnen. Normaal gesproken nemen we elke week tussen de 20 en de 30 man aan. Maar ik zie hier nu toch wel meer dan 40 nieuwe mensen elke week binnenstromen. En dat aantal blijft groeien. We zijn hier in het Fulfillment Center in Eindhoven van Picnic. En vanuit hier beleveren we al onze steden in Brabant. En nog een aantal in Gelderland en alles in Limburg. Wordt er nu nog steeds gehamsterd? Er wordt wel minder gehamsterd, maar we zien wel dat mensen andere producten bestellen dan een aantal weken terug. Dus lang houdbaar, afbakbrood, conserven zijn meer in trek dan voorheen. We zijn hier in het gangpad met conserven en blikvoer. En we hebben net weer een klein beetje aangevuld, maar dat zijn echt producten die gaan echt als een tierenlier deze dagen. Witte bonen in tomatensaus. Het schap vandaag denk ik al 3-4 keer aangevuld. En dan zijn we nog maar halverwege de dag. Ja, toiletpapier, ook bij ons gaat heel hard. We hebben nog wat op voorraad, maar mensen bestellen dit echt mega veel. Hamsterproduct nummer 1 in Nederland. Dus mensen moeten extra vaak de handen wassen. Dus we zien ook hier handzeep voor thuis op het fonteintje. Alle varianten als een raket. Die blijven maar verkocht worden. Waarom zitten ze bij elkaar in zo'n wagentje? Het is natuurlijk heel moeilijk om iemand iets uit te leggen over hoe die EPV werkt. Het zijn natuurlijk autootjes die je zelf niet gewend bent om mee te rijden. Dus dan is het wel fijn als er iemand langs zit die echt weet hoe het werkt. We krijgen binnenkort ook schotten ertussen, dus dat je wel natuurlijk een bepaalde barrière tussen elkaar hebt. Daarnaast is het ook wel fijn om tussen het rijden door van alles uitleg te krijgen over hoe het bezorgen precies werkt. Maar het is nu nog net niet helemaal coronaproof zo, hè? Nee, helaas zijn we nog, ja, omdat het allemaal wat moeilijker is om iets ervoor te bedenken natuurlijk, een schot zomaar in het midden, is dat wat lastig. Maar we doen wel ons uiterste best om het allemaal zo veilig mogelijk te maken. Ja, het is natuurlijk even wennen, want we zijn natuurlijk gewend om gewoon alles aan te geven. Dus het voelt een beetje lui aan om er gewoon zomaar bij te staan. Maar ja, wat moet dan moet natuurlijk. En we willen natuurlijk niet het corona verder verspreiden. Die bovenste zijn voor in de koelkast en voor in de vriezer. Is hier nog wel voldoende voorraad naar al dat hamstergedrag? Het meeste kunnen we nog leveren, maar het hangt ook af van onze leveranciers. Dus dat blijft elke dag een spel of we genoeg in huis hebben. Maar vooralsnog, het is een uitdaging, maar nog niet één die we niet... aan kunnen.